Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Autogarage Oldhof Jurrensen. Goedenavond, welkom bij Raadsplein, het politieke programma van Hoi TV. Vanavond over laarzen waarmee gegooid wordt, door boeren notabene. Over cultuur, over een aantal actuele zaken. Met als gasten Martin Immink, voorzitter West Twente LTO. Dankjewel, Wil. Uit Daarle, welkom. Jos van der Born, fractieleider PvdA. En Thea ten Haven, fractieleider van Burgerbelang. Ik begin bij Martin Immink. Martin, kunt u mij vertellen, ik ga toch wel over, ondanks dat ik je best wel heel goed ken. Je mag wel tutoriëren. Maar dat doen we niet in Raadsplein, dus we gaan ons best doen om dat ook vanavond niet te doen. Dan moet ik me ook mijn best doen om u en tegen u te zeggen. Ja. Tegen Wil. Wat is er aan de hand met dat gesmijt met die laarzen? De laarsactie. Ja, ik zie allemaal boeren die gooien met laarzen. Waarom? Ze doen ze uit en gooien. Ja, ongeveer 2 jaar geleden is de melkquotering afgeschaft. En ongeveer 3-4 maanden daarna werd er door zoveel boeren zoveel dieren gehouden dat de toenmalige staatssecretaris zei, ik wil niet meer dieren hebben in Nederland. Dus op 2 juli 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris gezegd, ik ga wetgeving maken dat er niet meer wetgeving en meer dieren in Nederland komt. Meer koeien met name. En tot die tijd is het stilgebleven in Den Haag. En tot vorige week heeft de staatssecretaris van Dam gezegd, ja, maar ik heb het eigenlijk niet goed overlegd met Brussel. Dus die wetgeving komt de eerste jaar nog steeds niet. En we hebben als Nederland hebben een uitzonderingspositie voor het grasland. We hebben hier de vruchtbare delta. We kunnen heel goed gras bouwen. Met grote opbrengsten. Waar je ook veel meststof op kwijt kunt. Alleen die uitzonderingspositie hoort ook dat je een aantal dieren mag houden. Niet te veel dieren. En nou, die uitzonderingspositie komt heel sterk in gevaar. En daar zijn we boos over. Kijk, wij moeten zorgen dat we goed kunnen boeren. En we hopen toch ook van de staatssecretaris dat die wetgeving kan maken. En maar, dat blijkt dat schijnbaar toch moeilijker zijn dan die echt. Mag ik een vraag stellen? Ja. Waarom zijn jullie meer dieren gaan houden? Hè? Want op het moment dat die melkquotum is afgeschaft, hè, was bekend dat iedereen toch de boeren gewoon meer koeien gingen houden. Ja. Waardoor je ook weer meer mest kreeg en je wist die regelgeving vanuit Den Haag. Waarom is dat toen gebeurd? Er was nog geen regelgeving. Hè? Dus het is net als je een schoolklas bij elkaar zet en de meester loopt weg en je weet van tevoren, je krijgt geen straf als je gaat keten. Dus wat gaat iedereen doen? Ja, dus je hebt altijd brave mensen die voorin zitten, die gaan niet keten, maar de meeste mensen, ik denk, Thea, jouw kennen, was je al gaan keten. Maar je kunt een boer dat dus niet verwijten, dat je eigenlijk op individueel niveau kun je een boer dat niet verwijten, dat hij meer dieren gaat houden, want dan heeft een hypotheek en je moet zijn bank aflossen, dus is het niks makkelijker als meer dieren houden in dezelfde stal. En dat je meer melk aflevert. Toch een beetje kop in het zand steken, vind ik dan. Wat Theo ook zegt. Je weet wat de gevolgen dan zijn. Want dat vind ik een beetje jammer. Dat jullie als sector nu weer regels nodig hebben. En in Den Haag zeggen en Brussel. Stel regels. Jullie wilden eerst de regels afschaffen. Vrij zijn erin. Hè, vrije ondernemer zijn. En nu heb je toch weer regels nodig. Maar die regels zijn wij niet afgesteld. Den Haag heeft eerst de regels gemaakt. En jullie wilden ook van het melkquotum af. Ja. De meeste boeren wilden ook van het melkquotum af. Ja, klopt. Maar ja, dat is ook een liberaal uit Brussel. Dat snap ik. Ja. Nee, maar ik bedoel, je wilt ook graag hebben dat je maximaal je roos kunt produceren. En niet, dit jaar maar 5 en volgend jaar maar 12. Nee, maar goed, dan heb je de marktwerking. Ja. En ja, goed, je hebt al geschetst. We zitten in een dichtbevolkt landje. Hè, dus je hebt ook gewoon op een gegeven moment toch regels dat je niet onbeperkt kunt produceren. Omdat maar je met Kun je dat individuele boer even verwijten? Dus ik verwijt de individuele boer niet, maar ik vind het zo jammer dat jullie als sector zelf niet in staat zijn om dat probleem op te lossen. Ja. Oké, ik neem weer even de leiding over. Ja. Maar leuk, want zo wordt het dus ook. Het is best onduidelijk, want ik begrijp, de boeren in Nederland hebben eigenlijk een uitzonderingspositie in Europa. Ja, zijn meer mogen iets meer dan de rest. Er zijn meer landen die het ook maar hebben. Ierland heeft een groot gedeelte dat ook, omdat daar ook heel veel gras bouwen. En in Duitsland, de gebieden waar gras bouwt ook. Dus het is alleen voor het, als je gras bouwt. En gras groeit het hele jaar door, waardoor het hele jaar voedingsstoffen opneemt. Maar bent u niet bang dat als er regelgeving komt, dat u erop achteruit gaat? Ja, nu precies. Heeft u een beetje de vrijheid om te doen wat u wil. Die regelgeving komt. Die komt, alleen die komt nou een jaar te laat. En waarom is het dan te laat? Kun je dan niet mooi nog even profiteren nu? De staatssecretaris heeft op 2 juli 2015 gezegd dat er komt regelgeving. Alleen, nou is hij zo ver ermee. Hij zegt, ik heb vergeten in Brussel te informeren of ik wat mag
Of wel mag wat ik allemaal ga doen. Nou, dat mag dus schijnbaar niet. Dus net even zegt, dan doen we een regelgeving een jaar later. Dan zeggen we, ja, maar jullie zouden toch dan en dan klaar hebben. Maar jullie hebben niet klaar. Dus dat is de reden. En wat is de angst van de boeren dan? Waarom smijten ze met die laarzen? Dat je in plaats van 250 kilogram stikstof op een hectare glasland, maar 170 kilogram stikstof op een hectare landbouw. En de rare is, je mag dat verschil wat je dan niet aan dierlijke mest mag opbrengen, mag je wel weer met kunstmest opbrengen. En hebben jullie contact met de staatssecretaris Van Dam? Staatssecretaris Van Dam, de mensen die erover gaan, die hebben regelmatig contact met hem. En hij komt ook op woensdag 2 november komt hij in Zwolle. Komt hij uitleg geven van hoe de stand van zaken is. En dus er wordt regelmatig... Heeft u er vertrouwen in dat het dan goed komt? Hij zou wat noodmaatregelen moeten treffen om te zorgen dat het aantal dieren minder wordt in Nederland. Dat er een duidelijke regelgeving komt. Dat die duidelijke piket... En wat betekent dat voor de boeren? Nou, dat heel veel boeren toch minder dieren moeten gaan houden. Ja. En... U heeft dus liever zekerheid? We hebben liever zekerheid dan dat je vrij bent. Hoe gaat het nou? Maar zoals die twee hier al schetsen, iedereen is van overtuigd, we zitten in Nederland in een klein landje. We wonen hier met 17 miljoen mensen, maar we hebben een hele vruchtbare delta. We kunnen heel veel voedsel verbouwen. We zijn de tweede voedselexporteur van de wereld. Maar je moet toch regels hebben. Er zitten grenzen aan. En dan denk ik, stel die grenzen als sector zelf, hè, dan ben ik met Wil eens, dan ben je er zelf bij. Hè, maar nu laat je de grenzen in Brussel door het ministerie stellen. Daarvoor is denk ik de Nederlandse boeren, Nederlandse ondernemers te eigenwijs voor. Als er geen regels zijn, dan ga je concurreren met elkaar. Je zegt, ik maak een weg van 80 kilometer en moet eigenlijk 50 maken. We worden geen bordjes van 50 plaatsen, maar als je 80 rijdt, word je toch niet bekeurd. Nou, ik hoop dat u als kijker het een beetje beter bent gaan snappen, want het zit best wel ingewikkeld in elkaar. Ik vind het fijn dat u er bent, Martin. Ik heb u gevraagd van praat mee in de rest van het programma, want dan gaan we het over cultuur hebben. Dit is toch ook eigenlijk een stukje cultuur, hè, zo'n laarzenactie. Als we het over cultuur gaan hebben, waar hebben we het dan over? We gaan even kijken naar een filmpje. Cultuur is veelzijdig. Zat in dit filmpje alles wat cultuur behelst in uw beleving? Cultuurman Jos van der Born? Het meeste wel, denk ik. Ja. Cultuur is natuurlijk heel breed. En ik denk dat cultuur is eigenlijk alles wat je maakt en schept en dergelijke. Hè? En daar noemen we bijvoorbeeld ook tegenwoordig, als je kunt van de Aziatische cultuur zijn, intercultureel. Hè? Maar intercultureel. Maar we hebben het vooral hier natuurlijk over de expressiekant. Dat is wat over het algemeen Nederland cultuur noemen. Alles. Wat noemt u cultuur? Wat is cultuur? Nou, eigenlijk wel twee dingen. Ook, we hadden net over de boeren. Hè? Maar goed, het paasvuur van oorsprong ook vanuit de boerengemeenschap ontstaan. Dat is ook een cultuurgoed binnen onze gemeente. Zo kun je nog allerlei dingen noemen. Architectuur, de monumenten die we hebben. Ja, maar ook de kunstuitingen. Jos het over heeft. Dans, muziek, zingen, schilderen, noem maar op. Ja. Nu wonen we in een gemeente waar heel veel cultuur is.
waar een geweldige sportgemeente, Martin Immink, jarenlang bloslid geweest. Geweldig feit dat we nu gemeente van, sportgemeente van Nederland zijn. Maar geldt dat ook voor de cultuur? Is dat ook zo, is die hier ook zo sterk aanwezig? Nou, we zullen niet direct de prijs voor cultuurgemeente van Nederland krijgen, maar... De afgelopen 20 jaar is er denk ik wel heel veel gebeurd en hebben wij ook op cultureel gebied het heel mooi voor elkaar hier in de gemeente. We hebben de voorzieningen goed voor elkaar, ik denk aan bibliotheken, ook in de kernen. We hebben een theater, we hebben een bloeiende amateurkunst, we hebben muziekverenigingen, noem maar op. Dus ik denk dat er voor de actieve beoefening, want je hebt de actieve beoefening zelf, zingen, spelen, noem maar op. En de passieve beoefening, dus het genieten van allerlei vormen van cultuur, dat hebben we denk ik op dit moment in onze gemeente goed op orde. Is er in deze gemeente niet zo mogelijk als de Strongman Run heb je voor de sport? Maar zoiets voor de kunst? Een oerrol in Nijverdal? Nou ja, we hebben natuurlijk, als je het gewoon even... Nou, Douwpop is bijvoorbeeld, ervan, dat al een beetje in die buurt komt. En dat is een perfect cultureel evenement. Ja. Nou, zijn we bezig. Wethouder Van der Dolder is daar druk mee bezig om een nieuwe cultuurnota. Is ook afgesproken bij de coalitieonderhandeling. Er zou een visie op cultuur komen. Het is leuk om even te vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Want u bent daar alle twee bij betrokken. Ja, zal ik klopt. Nou, misschien mag ik nou even zeggen, Jos van der Born die zegt terecht van cultuur is goed geregeld in onze gemeente. Dat is ook zo. Maar de vraag is wel of het geld wat daar naartoe gaat, meer dan of een miljoen. Geld praten, meer een miljoen. En dan ook nog bijna een miljoen voor de bibliotheek. Of dat evenredig en goed verdeeld wordt. Hè? Ja. En of dat ook nodig is. En of er meer of minder nodig is. Want dat is even de vraag. We hebben gezegd, een cultuur is voor iedereen. Hè? Van en voor iedereen. Dus dan willen we ook dat alle inwoners, alle burgers van onze gemeente meer kunnen doen om te bepalen wat is cultuur, waar willen we in die toekomst naartoe. En moet dat geld kosten en waar moet het geld kosten en waar niet. En want we hebben eigenlijk, als je kijkt naar die amateurkunst en cultuur, hebben we ontzettend veel uitingen en mogelijkheden. En dan in verhouding gaat er bijvoorbeeld heel veel geld naar een theater. Ja. En als je met elkaar nu heel open maakt... En ik hoop ook dat echt alle inwoners die handschoen oppakken en zeggen van ik wil daarin meedenken, ik wil daarin meedoen. Van ik wil mijn visie geven op wat is cultuur en wat is belangrijk en moet dat betaald worden door de gemeenschap of niet. Hè, dan hebben we een totaalplaatje en ook een gedragen plan. In het verleden was het toch zo, is al gezegd, een aantal ambtenaren die met een groepje die al bezig waren met cultuur... bedachten van wat is belangrijk. Nou, zo wordt het ook gefinancierd en uitgevoerd. Maar wij willen juist als totale raad met elkaar die bevolking oproepen van bepaal nu doe met mee. Elkaar eens. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Dat heeft de wethouder ook gezegd. Ja. Hè? Die zegt, waarom zou ik gaan schrijven? Er zitten hier zoveel mensen. Hè, we zien daar kinderen die aan het dansen zijn. Maar dan denk ik ook gelijk aan bijvoorbeeld een Joshua Rada en Nicole Grootes die hier iets neerzetten van wereldniveau. Ja. Hè? Het mooie is dat we dus dit plan gezegd hebben. We zeggen geen enkel kader neer. We gaan er gewoon even op nul en zeggen tegen de hele samenleving, iedereen, waar dan ook, van jong tot oud, doe mee, breng en in. En gebeurt dat ook, nou, en Jos dat proces is nu begonnen. Ja. Is en dat zo'n dan proces niet de kleine kun je ook niet zeggen van... die zich daarmee bemoeit? Nou ja, het is wel het gevaar dat die nu gelijk weer opstaat en zegt, ik wil wel meedenken. Maar het gaat er juist om dat er werkvormen gecreëerd worden, waardoor iedereen, hè, in de Blokkenpark hebben we een goed voorbeeld, deze op een zaterdag, jong en oud hebben geschetst hoe dat park eruit moest komen te zien. Nou, zo zijn ook werkvormen denkbaar om in die kernen, in die wijken, mensen gewoon actief meer te laten doen om te bepalen wat die cultuur voor dat de toekomst wordt. Dat is dan als het ware een beetje koren op de molen van die commissie van de week, Code Oranje, die zei die gemeenteraad, die gewone traditionele gemeenteraad op de helling, laat de bevolking een willekeurige groep uit de gemeente, zelfs door loting, die er maar over praten. Kun je dat daarmee vergelijken? Ja, ik denk dat wij al een mooi stapje, een heel klein stapje, maar het is je moet ook dit soort dingen denk ik niet in één keer doen, een klein stapje als raad gezet hebben. En ook op andere terreinen hebben we er al stap in gezet. Denk aan het masterplan voor de Grote Straat. Ja. Nadrukkelijk de bewoners en ondernemers en zo meegedacht. En dit is een stapje en dat is best eng. Het loslaten is, dat vinden wij altijd, voor iedereen is dat eng. Want je wilt graag kaders scheppen en je wilt een tijdpad en je wilt dit... Hier zit ook geen tijdpad aan. Dat kan ook 2 jaar duren, bij wijze van spreken. Ja, kan ook 4 jaar duren. Dat weten we allemaal nog niet. Nee. Maar het wordt opgehaald en daar moeten we dan wat mee doen. Dat is spannend. Hey, maar goed, wat is dan jullie rol als raadsleden nog?
Denk ik dan. Ik denk, daar hebben we het net in de voorbespreking ook even over gehad. We hebben geen keus. Je moet die burgers serieus nemen. Je moet de burgers vertrouwen. Hè? Ja. En wij hebben als politici te lang bepaald wat goed is voor de mensen. Dat kan niet, dat willen mensen niet meer. Mensen hebben zoveel deskundigheid zelf. Ze zijn vaak veel deskundiger dan wij. Dus in die zin moeten we luisteren. En kunt u dat ook als raadslid? Heeft u die houding ontwikkeld al? Ik heb, het is ook wel een beetje de oorsprong van burgerbelang om zo te zijn. We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat er een referendumverordening zou komen. Helaas wordt er door andere partijen geen gebruik van gemaakt. We hebben ervoor gezorgd dat er een burgerinitiatief mogelijk is. Dat wordt dan weer zo ingewikkeld gemaakt dat het bijna weer niet mogelijk is. Nee. Dus in die zin zullen we allemaal wel, Jos, ook moeten leren loslaten. Maar juist door dat vertrouwen te hebben in die burgers. Niet denken van zij kunnen het niet of er komt een groep niet aan bod. Heel vaak de zaak bepaald Ik ga even terug naar dat code oranje verhaal van de week in de krant. Hè, staat met grote letters van de traditionele gemeenteraad op de helling ermee. Ja. Drie keer per jaar kunnen die nog wel eens een keer bij elkaar komen. Maar eigenlijk moeten ze het helemaal uit handen geven aan de burgers. Gerdy Verbeet is er zelfs voor om gewoon een aantal mensen uit te loten. Zeg maar, Martin Immink krijgt een briefje in de bus van, joh, je bent uitgeloot. Je moet meepraten over de... Vind je dat een goede ontwikkeling? Nou, ik denk, kijk, we moeten sowieso naar nieuwe vormen in ons democratisch systeem. Want als 50% mensen, opkomst en dan zo, gaan niet meer dan naar gaat dit het, een heleboel mensen doen niet meer mee, dan is er dus ergens iets niet goed. Nee. Dus je moet naar nieuwe vormen. De mens is, TZ net ook al, de mens is natuurlijk mondiger geworden. We hebben ook in die zin geen keuze meer. Vroeger was een deel van de bevolking niet opgeleid, niet mondig enzovoort. En werd dat van bovenaf. Moest dat soms ook. Nu is dat helemaal niet meer aan de orde. Of dit de optimale, beste manier is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wij zijn met z'n allen als bevolking verantwoordelijk voor ons eigen bestaan hier op deze aarde. Ja. En hier in Nederland en hier in de gemeente Hellenoord. Dus we moeten het ook met z'n allen doen. Nou, laten we dan maar eens gaan loten en zeggen, nou, we pikken daar gewoon 150 mensen of wat voor aantal je ook neemt uit. En leg die een bepaald verhaal, probleem op te lossen zaak voor. Ja. Maar bijvoorbeeld coalitieakkoord. 2018 zijn er weer verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Je maakt met een aantal partijen een akkoord. Hè, wat wil je de komende 4 jaar gaan doen? Ligt dat eerst bij een 1500 burgers van de gemeente Hellendoorn neer? Hè? En op het moment dat het concept klaar is, nog eens weer terug. Want dat zijn manieren. Zo eindigde ook Gerdy Verbeet met haar stuk over dezezelfde materie. Ze zei, dat de burgers de politiek niet meer vertrouwen. Dat is wel duidelijk. Mensen komen niet meer stemmen, ze rennen met z'n allen naar Wilders. Maar dat is omdat de politiek de burgers niet vertrouwt, niet luistert naar ze. Dat is een van de dingen die wij ook als PvdA in het verkiezingsprogramma voor deze sessie al hadden staan. Van dat vertrouwen moet terugkomen. En daar moet je een aantal stappen voor zetten. Dan moet je ook zorgen dat je te vertrouwen bent. En dat je niet allerlei dingetjes, toch spelletjes speelt, zoals dat dan wel eens heet in de politiek. Want dat interesseert de mensen helemaal niks. Het gebeurt juist nog heel veel. Heel veel achterkamertjes. Ja. Het is gewoon niet zichtbaar voor de mensen wat er gebeurt. Dat wij hebben al jaren dit besluit er nu uit. Precies, we hebben al jaren gezegd van dat inspreekrecht in de raad, dat is weg. He, mensen kunnen niet meer inspreken. Hun onderwerp staat op de agenda, kunnen gewoon niet meer inspreken. Wordt gezegd, heeft geen zin, want daarvoor is al bepaald hoe de hazen lopen. Nou, dan heeft het toch geen zin meer. Het gebeurt dus allemaal in achterkamertjes. Dus het moet veranderen. Dit is daar een mooi voorbeeld van Martin Immink? Hoe ik dat zie? Ik ben altijd huiverig als mensen gaan morren aan een democratie. Maar democratie is natuurlijk een gigantisch groot goed. En Churchill zei al, democratie is mijn slechte oplossing. Deze mensen zijn democratie. Ja, maar als je gaat loten, dan het is een combinatie. Hè. Politie moet ook moet er vertrouwen zijn, maar je moet ook echt zorgen dat je ergens voor staat. Maar ook niet de ene keer met de one-lines meegaat. Politie hebben nou de neiging om met de one-issue partijen mee te gaan. Wilders heeft de one-issue partij. Partij van Dieren is een one-issue partij. En mensen hebben ontzettend snel de neiging om daar helemaal mee te gaan. En dan door de bomen het bos in te zien. Als je dus een doorsnede neemt van een willekeurige groep, gelood 150 mensen, dan heb je dat probleem dus niet. Want die 150 mensen zullen niet allemaal dezelfde, in dit voorbeeld, de Wilders. Het kan een versterking van de democratie zijn. Je kunt, als je lood, kun je 150 mensen hebben die met elkaar een
eigen partij op aan. Ja, maar vertrouw nou die burgers, denk ik. Ja, maar niet moet de burgers... Ja, dat is precies wat die commissie wil. Vertrouwen gaat voeten. Het gaat twee kanten op. Als je nu weer ziet, burgerparticipatie is een groot woord, ook in de nieuwe begroting straks. Noord-Zuidverbinding wordt zomaar weer teruggedraaid naar 80 kilometer. In plaats met Hellendoorn was afgesproken 50 kilometer. De WMO-raad wordt al tijden niet serieus. Maar die 80 kilometer is gewoon een kwestie van dat ze vergeten om op te letten. En dan doen ze net alsof ze het heel geheimzinnig zijn. Maar goed, als ik naar die begroting kijk. Als ik naar die begroting kijk. Als je de burgers mee laat praten. Welke burger heeft meegesproken met deze begroting? Helemaal niemand. Er heeft niemand meegesproken bij het samenstellen. Maar de burger denkt, kijk eens, wij hebben daar mensen voor die dat allemaal uitrekenen. Het huidige systeem is natuurlijk gewoon de gemeenteraad die door die burger gekozen is. Ja, maar wat doen wij eraan om die begroting... Zoals vroeger met het spat. Maar niemand, er was een weekje de tijd en dan moet je nog opletten in de krant en dan moet je dat ding ophalen of downloaden en dan kun je erin kijken. En dan is het nog geen makkelijk leesvoeren, moet ik zeggen, om te kijken van wat komt er nou van uit. Ik heb er volkomen vertrouwen in dat er in de gemeente Hellendoorn iets met de democratie gaat gebeuren met deze mensen om tafel. Dat komt goed. En met zo'n geweldige lokale omroep die ook meepraat. Maar dat is de waakhondfunctie. De waakhondfunctie is hard nodig. Dan komen we precies waar we wezen moeten, want we gaan het even over de begroting hebben. Volgende week, begrotingsvergaderingen. 8 november. 8 november, dinsdag over een week. Ik heb de indruk dat de race helemaal gelopen, dat het een hele saaie vergadering wordt. Het klopt allemaal en iedereen is het erover eens. Vergis ik maar daarin? Ja, wat ons betreft wel. Even een mooie titel, robuust en evenwichtig. We hadden het er net al even over. Wij vinden een wankel, moet ik eerlijk zeggen. Oké, de coalitie, PvdA natuurlijk heel blij mee. Ik ben natuurlijk heel blij. kan ik dat moeilijk zeggen natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel een evenwichtige begroting. Over het robuust kun je nog een keer stoeien. Maar ik vind hem wel evenwichtig. Gelukkig en ik ben blij met deze begroting. Wat zijn de knelpunten? Even snel er doorheen. Ja. Wat ons betreft, die schuldenlast die we hebben, is 1 januari 140 miljoen voor deze gemeente. En eigenlijk is besloten in de afgelopen periode om dat afbetalen daarvan, om dat weer langer uit te smeren. Daar waren wij hartstikke tegen. De zorg is ook een groot knelpunt in de begroting, want huishoudelijke hulp, er zijn allerlei onderzoeken, maar dat weten we ook al langer van mensen, nu ook bewezen, huishoudelijke hulp is niet goed, de eigen bijdrage is te hoog, zodat mensen zorg gaan mijden, zijn voor ons belangrijke knelpunten. Wat ons ook verbaast is dat die veiligheidsmaatregelen van de Noord-Zuidverbinding daaruit gehaald worden en nu besteed worden aan het wegonderhoud. Er zijn dus nog wel wat punten waar daar wordt natuurlijk verschillend wel over gedacht. Kijk, tegen een aantal zaken die terecht. Kijk, als je kijkt naar die huishoudelijke hulp en dergelijke. Daar gaat ook wat aan gebeuren. Maar het is het afwachten van hoe de reacties zijn op het hele landelijke. Ook wat de rechter ervan gevonden heeft, zeg maar. Er moeten aanpassingen. Daar is er geld voor in de begroting. We hebben een ruime, goede reserve om juist dit soort zaken op te vangen. Hoe zit er nou in gemeente? Ik heb het van een afstandje gevolgd. En ik weet niet precies. Maar je hebt sommige gemeentes die houden geld over. En sommige gemeentes komen geld tekort. En hoe ver zit de gemeente Helmond? Bij ons in de gemeente is behoorlijk geld overgehouden. Wij geven ook per inwoner aanzienlijk minder uit aan zorgkosten dan andere gemeenten. Wat gebeurt er met dat geld? Dat geld is nu in een reserve gestopt. Er is ook geld gebruikt. Een reserve specifiek voor de zorg? Specifiek voor sociaal domein. Maar daar wil ik toch nog graag iets over zeggen. In het verleden is daar toch ook geld gebruikt om een gat in de begroting te dekken. En nu wordt er voorgesteld om 35.000, dacht ik, te gebruiken voor de sport in het kader van de preventie. En dan denk ik, daar ga je naar de glijdende schaal. De zorg, de handen aan het bed, zeg ik maar even, is niet goed geregeld. En dan ga je al wel geld voor preventie gebruiken maar voor nou sport. Gaan we dan kun je ook naar cultuur in. Gaan. Dan kun je ook cultuurgeld gaan gebruiken. Dat is echt een glijdende schaal. Ja. Maar wat ik nog wil horen is van u weten, er zijn meevallers, behoorlijke bedragen. En die gaan gelijk in een reservepotje. Waarom niet één? Kunstgras valt in dalen. Waarom niet aflossen, schuld? En waarom niet die knelpunten die er zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan onze eigen omroep. Ik praat toch maar even vanavond ook voor onze eigen club. Al die mensen die hier aan het werk zijn. U heeft vanavond weer eens even gezien. Waarom dat geld daar dan ook niet voor gebruikt? Kijk, er is een meevallen, maar dan weet je helemaal nog niet hoe de toekomst eruit ziet. Dus het is van zorgvuldig. We hebben met elkaar afgesproken dat als er meevallen zijn, dan gaat een deel in de schuldenlast oplossen. Dus in de financiering. Dat gaat hebben er nu ook in gebeuren. Ja. En een tweede, daar hebben we met elkaar afgesproken dat het dus dat de knellende bezuinigingen teruggedrongen worden. Die dus in het verleden noodgedwongen zijn gemaakt. En die dus opgelost worden. En
En we moeten een stuk in de reserve stappen, omdat we echt nog niet weten, die huishoudelijke hulp weten we niet. We weten de gevolgen van vluchtelingen, Brexit, noem maar op. Dus ik vind het heel goed van dit college dat ze zeggen, laten we dat nou niet maar gelijk aan allerlei mooie dingen gaan besteden. Daar ben ik het mee eens, maar goed, tegelijkertijd wordt nee, wel... Nee, ik ga het afsluiten, want de tijd, de klok gaat. Ik wil even nog een korte reactie, ja of nee, op vier stellingen van actuele zaken. Natuurlijk moet de lokale overheid zich bemoeien met de aanrijdtijden van ambulances. Ja of nee? Ja. Nee. Gaan ze daarover dan? U vraagt, gaan ze daarover? Ja. Nee, ze gaan meer ga ik er niet over zeggen. Maar ze, ze kunnen er wel invloed op uitoefenen. Oké, dan ben u al, hebt u al eigenlijk te veel gezegd. Ja. Nijverdal was van de week op het Radio 1-journaal. Jammer, CNA gaat weg. Is jammer. Is jammer. Ja, het zal wel vast heel jammer zijn. Kunstgras hadden we ook nooit moeten doen. Milieu onvriendelijk en ook nog eens een keer slecht voor de gezondheid, horen we. Geen kunstgrasvelden meer in Nijverdal. Hellendoorn. Op dit moment nog een grote hype en we afwachten wat het werkelijk is. Eens, maar wel ook onderzoek naar kunstgrasvelden, naar de mogelijkheden en behoeften in de kleine kernen. Dat zijn ook andere korrels. Nee, precies, tuurlijk zijn andere korrels en zand. Dan moeten er andere korrels. Roetpieten ook maar eens in deze gemeente als Sinterklaas over een paar weken komt. Moet de politiek zich niet meer bemoeien? Juist. Nee, dan laten we daar maar, laten we de kinderfeest houden. Een kinderfeest laten houden. Oké. Nou, dat was helder. Bedankt voor dit gesprek. Dat was leuk. Ik ga u introduceren een oude bekende van ons, die hier al vaker, ook wel bekend onder de naam Tunnel Henkie. Hij gaat deze uitzending afsluiten. Ik bedank u voor het kijken en wij gaan naar Henk Horsten luisteren met zijn column. Waarmee hij deze uitzending afsluit. Bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot Raadsplein volgende maand. Vorige maand overleed mijn vriend Ad Vonk. De kans is groot dat u nog nooit van hem gehoord hebt. En dat past precies bij hem. In de schijnwerper staan was niks voor hem. Dat ik hem vanavond toch voor het voetlicht breng, heeft een reden. Voor mij was Ad het voorbeeld van de ideale burger. Even korte feiten. Sinds 1973 hebben we in Hellendoorn een politieke partij, eerst PPR, later GroenLinks. Ad was de oprichter daarvan. Jarenlang was hij secretaris, bracht hij de uitnodigingen rond, maakte zelf verkiezingsmateriaal en kwam altijd met plannetjes en ideeën naar de vergaderingen. Hij was een van de mensen die zich vanaf de jaren 70 intensief bezighield met het tunnelplan. Raadslid worden wilde hij niet. Hij deed liever het denk- en doewerk van de afdeling. Daarnaast heeft hij jarenlang geholpen met het vluchtelingenwerk in onze gemeente. Hij zorgde dat ze aan de nodige huisraad kwamen, hielp ze bij de vele formaliteiten en bracht ze, als ze toch niet mochten blijven, naar Schiphol om daar pas afscheid van hen te nemen. In de Wereldwinkel verleende hij hand- en spandiensten bij de verbouwingen en aanpassingen. De laatste jaren was hij ook actief voor de Fietsersbond en gaf hij regelmatig, vaak over, ongevraagd overigens, adviezen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. En bij allerlei acties en petities was het altijd Ad die mails rondstuurde om de mensen op te roepen mee te doen. Ook in zijn persoonlijk leven speelde zijn betrokkenheid een grote rol. Ik denk dat hij een van de eersten was in Nijverdal die zonnepanelen op zijn dak zette. Uit persoonlijk interesse en vanuit zijn visie over de eindigheid van onze aardse bronnen. Daarom was hij ook groot voorstander van windenergie. Hij had aandelen in windmolens en plaatsing van windmolens aan de burgemeester Boersingel was zijn idee. De lijst is niet compleet en dat hoeft ook niet. Het zal duidelijk zijn, ik heb het over iemand die zich zeer betrokken voelde met zijn leefomgeving en de toekomst van onze wereld. Voordat het woord participatie in de mond genomen werd, was hij er al een modelvoorbeeld van. Niet omdat de overheid dat zo graag wilde,
maar vanuit zijn eigen visie en gevoel. Er zijn wel meer van zulke mensen, voor heel andere zaken. Speeltuinen, verkeersveiligheid, gehandicapten, armoedebeleid, kerk- of voetbalverenigingen. Ad voelde zich thuis in de progressieve hoek. Anderen zoeken het meer in het midden of nog wat verder naar rechts. Waar het om gaat is dat je als burger en inwoner actief mee wil doen om de wereld, te beginnen bij je eigen omgeving, een beetje beter te maken. Ad is daar een groot deel van zijn leven mee bezig geweest. Een standbeeld voor hem zou niet in zijn geest zijn. Daar was hij te bescheiden voor. Maar vanavond wilde ik toch een klein monumentje voor hem oprichten. Ter herinnering, maar ook als boodschap. Een betere wereld maken we zelf.